Wiegen is een grote campagne gestart om ervoor te zorgen dat de oevers van het Wiegensmeer niet worden bebouwd. Het huidige college wil het kasteel en het Wiegensmeer met elkaar verbinden. Zo is de gemeente van plan om bij de oevers van het Meer een recreatiegebied aan te leggen. Björn Derksen van het CDA is het hier niet mee eens. Ja, wij willen het kasteel en het meer wel met elkaar verbinden, maar daar heb je geen bebouwing op het Meer voor nodig. En met name dat onderdeel, daar, daar zijn we geen voorstander van. Want je moet er niet aan denken dat op dit prachtig stukje. Grote bouwwerken komen te staan of überhaupt een bouwwerk komt te staan. Zoals het nu in de plannen staat, moet je denken aan een bouwwerk wat wel 20 bij 20 groot kan zijn en wel 4 meter hoog. Dus dat heeft echt een grote impact. Ik hoor nu wel geluiden vanuit het college dat er mogelijk een kleiner bouwwerk toegestaan kan worden, bijvoorbeeld een theehuis. Maar ook als je denkt aan een theehuis, bijvoorbeeld hier op deze plek. Ja, er moeten mensen kunnen komen, dus er moet verharding aangelegd worden, er moet bevoorrading kunnen komen, de mensen moeten hun fietsen kwijt kunnen, misschien wel hun auto's. Uh, bovendien draagt geluid op water uh, ver, ja. dus ook al zou het kleiner worden dan nog, uh, verstoort het de rust hier aan het meer en ook uh, het uitzicht waar... Uh, Waar wij met z'n allen een heel wiegje van genieten. Dus daar ook, ook al zou het kleiner zijn, dan zijn we er ook geen voorstander van. De reactie van de inwoners op dit plan uh, zijn uh, dat er 650 reacties zijn binnengekomen op de plannen. En ben, die gaan met name uh, over de plannen die op het meer uh, zich afspelen. De bewoners zijn geen voorstander van uh, een dusdanig bouwwerk uh, op het meer. En we zijn een actie gestart uh, voor het behoud van het uh, Wijchensmeer. En, en die actie die bestaat dan uit uh, borden langs de weg... Die we hebben geplaatst waar we ook aangeven behoudt het Wiegismeer en geen bebouwing op het meer. We hebben krantenadvertenties geplaatst, we hebben een online campagne zijn we gestart. We hebben als CDA al vaker gepleit voor een groene wandelboulevard tussen het kasteel en Wiegismeer. Ook vrij zicht vanaf het Europaplein op het kasteel zou ons erg aanstaan. Ja, dat is genoeg. Er hoeft niet nog een, nog een bouwwerk bij. We hopen op veel reacties op onze actie zodat we ook in de gemeenteraad een, een meerderheid kunnen krijgen. Want ja, zonder die meerderheid, dan verrijst er hier alsnog een bouwwerk. En heel veel Wijchenaren willen dat niet. En wij als CDA Wijchen ook niet. De gemeenteraad van Wijchen neemt op 31 oktober een definitief besluit over het bestemmingsplan.